going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Timber. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. It's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Club jumping like LeBron now. Bowling, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down.
Quick, 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 quick
Thank you.
Doe maar weghalen! Kom maar binnen! Hallo! Hoi! Hoi! Vandaag zoekt Elmo een kleur. Welke kleur hebben jullie meegenomen? Hoera! Ja, deze heb ik! Ja! Ik heb deze! Tja, deze is van mij. Onthoud goed wie welke kleur heeft. Heb je goed opgelet? Doe Elmo zegt dag! Wie heeft de rode bal? Jij kiest Pino! Was hij bij Pino? Even kijken of het klopt. Nee, die heb ik niet. Probeer het nog eens. Opnieuw! Nu weet je dat vast. Je kiest Innie Mini! Was hij bij Innie Mini? Even kijken of het klopt. Oei, nee. Deze
deze was het niet. Ah, jammer. Nog een keer proberen. Was je mag het nog een keer proberen. Hallo. Oef, hallo. The big ship went boom, sent us all to our doom. And I said, like, dude, is everyone okay? They said, yeah, man, we're cool. Every dude, chick, and fool. Cause we weren't high off the ground. Hey, man, we're okay. That's when we all say, it's a good thing there were parachutes all around. Hi, I'm Face, and I am an artist. Can you guess which Nick Jr. friend I'm painting? Any guesses yet? Could it be Max? Who does it look like to you? My masterpiece is almost complete. Did you guess right? It's Dora! Dora the Explorer is next on Nick Jr. Angelina Ballerina is back at the same... Angelina Ballerina is back at the same time next week. Yep, she sure is, but coming up in just a few minutes, it's time for Sonic X. I'll tell you what, have you seen Swag? Ooh, actually, no. I know that he really wanted to watch today's episode of Sonic. You know he loves it. Yeah. And he'll be upset. Have you not seen him today? Well, I thought he might have gone to the mailroom earlier, but I'm not go sure. Go and have a look for him and tell him I'll have a look. Two I'll find minutes. Him. Don't worry. Here we go. Look, he's got the helmet. He might just be back in time. We'll be back after this short break. Yeah, that's Brilliant Creatures coming up a little bit later on this afternoon. Now, Andy went off to find Swag, and he did have the Sonic X helmet on, so he shouldn't really have taken... I reckon he'll be back just about now. Perfect timing. Gail, we've made it. I found him. Where did you find him? I found him in Barcelona. Yeah. Do you mean Barcelona? Oh, Gail. What were you doing in Barcelona? I got posted by accident. I was hanging around the post room and... Fingers Australian, but you were... Around the post room and... Fingers crossed it'll be Australia next time. Good job we had the Sonic helmet. You never would have made it back. I wouldn't. What? Shut your face. Here's Sonic X. Sonic X is back at the same time next week. Sandy? Well, girl, it's challenge time. We've never made this thing quite work properly, but today, well, Sonic, he tries to get into another world, so I thought I'd give it a try. Should we give it a go? Go on, then. Here we go. Oh, got rid of him at last. Here's Sonic. And happy birthday, SpongeBob SquarePants! Today is your day. It's all about you, SpongeBob. I'm so excited. Spencer, are you excited? I'm so excited. We are playing SpongeBob all day long, and you and me are going to be playing some SpongeBob games to celebrate his birthday. It's going to be the best birthday party ever, and I'm going to say. I'm ready to hear it. Now, for the moment you've all been waiting for, the premiere of SpongeBob's big birthday blow right here in the Zone Weekend. Oh, one more thing. Happy birthday, SpongeBob. Yeah. Spencer, what are you doing? I'm trying to create my own iconic laugh like SpongeBob. Oh, well, you know what? I have some inspiration for you, okay? Everybody, please, watch this. Oh, I get it. Make it stop, Brad. Make it stop. Suki, what is a crazed summer treat? A crazed summer treat is something that's not traditional, but it still tastes quite traditional. Sugar, yum yum. What? I don't really know. Ricky and Missy will show you though. So we're gonna grab the batter.
Oh, gosh. Okay, no. That's what I was planning to do, and then we're going to this, and then we're just going to pop it over. Oh, gosh. You're going to eat that and enjoy it. Okay. Hey everybody, watch this all weekend! And today's SpongeBob's birthday, which... Suki, what was that? I don't know. Oh no! Plankton snuck into the Zone Weekend! He must be jealous that we're celebrating SpongeBob's birthday. Yeah, and he's using it as an excuse to steal the Krabby Patty secret recipe! I will destroy all of you! Maybe by destroy he means like, be your best friend, hang out. Suki, that's not what destroy means. Okay, you know what? I'm gonna find him and clear this all up. Okay, Plankton. Good luck. Good luck, Suki. Suki, what are you looking at? Just looking at pictures of SpongeBob and I throughout the years. Oh, that's perfect because we got a SpongeBob Through the Years remix heading your way right now. Imagination. Command you to stop that. I'm ready. I'm ready. And stop. That's it for the Zone Weekend. Thank you for hanging out with us. We had a blast celebrating SpongeBob's birthday, but it's not over. No. Party's still going. The party is still going. This has been the best birthday party ever. Today on YTV, we are playing SpongeBob all day long. Plus, if you missed it this morning at 3 o'clock, you can watch SpongeBob's big birthday blowout. Woo-woo! Yes, again. Let's do our famous SpongeBob impression laugh. We got this. Ready? Wow, I feel like SpongeBob. I am SpongeBob. Sooks here in the Zone, and it's Pink Shirt Day, an anti-bullying day where we help combat bullying with kindness. Guess what? It's also World Pokemon Day. Wait, where's your pink shirt? Oh, I bet you think I forgot it, didn't you? Surprise! Yes! Ooh, World Pokemon Day. Does anyone have a Pokemon marathon all day? We are. Wow. All day. Now, okay, let's mash the two of these together. How many pink Pokemon can you name? Ooh, Jigglypuff, yep. Mew, Chansey, and Jessimon. Slowpoke, yeah, that's right. That's me. Slowpoke. Zenas, we're gonna say goodbye. We wanted to thank you for celebrating Pink Shirt Day with us, an anti-bullying day where we combat bullying with kindness. Up next, we got some Henry Danger, followed by Night Squad, and your BFM tonight is the Lorax. Uh-huh. And don't forget, today was also World Pokemon Day, so happy Pokemon Day to all of you. Happy Pokemon Day. Bye! Ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel... Ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige... toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Daar gaan we weer. Het regenboogalarm gaat weer. Ergens is er een regenboog nodig. Dat is al de derde vandaag. Strum zegt dat alle kleuren er zijn. Wauw, jellytastisch! Oh, de Jellybees zijn moe van het werk. Pepper zegt dat hij en Danny even gaan liggen.
Dat is een goed idee, Pepper. Het is te vroeg om al echt naar bed te gaan, dus gaan ze een dutje doen in Peppers tent. Oh, kijk, zijn ze niet... Oh, oeps. Sorry. Ze zullen wel weer gauw wakker worden. Ik vind dat het wel heel lang duurt, hoor. Ach, misschien moet ik zelf ook maar een dutje gaan doen. Wat? Oh, was ik in slaap gevallen? Oh, hallo Pepper. Wat? Nee, het is niet waar. Het is wel waar. Het is nacht. Dat is Jelly vreemd. Dan is het wel heel vroeg donker geworden. Is het jullie opgevallen dat het in de winter veel eerder donker wordt? En dat het in de zomer veel langer licht blijft? Danny is er niet aan gewend om 's nachts wakker te zijn. Meestal slaapt hij 's nachts in zijn boot. Wat een raar geluid. Pepper zegt dat het een uil is. Uilen zijn 's nachts wakker. Ze slapen overdag. En dat is jou nu ook overkomen, Danny. Je hebt overdag geslapen en nu het donker is, ben je wakker geworden. Danny vindt dat de jellywereld er 's nachts maar raar uitziet. Bij daglicht is die bloem geel, zegt Danny. Maar in het donker heeft hij een rare grijze kleur. Kleuren zien er alleen vrolijk en fel uit als er veel licht is. Als de zon ondergaat, verdwijnt het licht en dan vervagen de kleuren. Pas op, Danny. Danny zegt dat hij het donker niet leuk vindt. Het maakt de jellywereld grijs en eentonig en zorgt ervoor dat je niet kunt zien waar je loopt. Hij vindt het ook saai en gevaarlijk. Kijk eens naar de hemel, zegt Pepper. Dat kun je toch niet saai noemen? De maan en de sterren kun je alleen zien als het donker is. Overdag is het daarvoor veel te licht. Die kleine sterretjes zijn miljoenen kilometers van ons vandaan, zegt Pepper. Sommige sterren vormen een patroon. Dat noemen we een sterrenbeeld. Haha, die lijkt op mij, zegt Danny. De nacht is dus niet saai, maar hij is wel gevaarlijk als je blijft struikelen. Dat is beter. Nu kunnen jullie de dingen zien in hun echte kleuren. En Danny kan de weg naar zijn boot vinden. Wel te rusten, Pepper. Slaap lekker, Danny. Slaap jelly lekker allemaal. Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Het is Bouncy! Dag, Bouncy. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Hallo, Korrel krijgt bezoek. Ze zorgt dat haar huis opgeruimd is en alles op zijn plek staat. Zie je hem al, Korrel? Daar is Duffy! Oh, gaat het wel goed met je, Duffy? Je ziet er ziek uit. Oh,
Hij zegt dat hij verkouden is. Jelly Hachi! Oh, ik zie wat je bedoelt. Zag je dat? Wat een enorme jellynies. Jelly Hachi! Hij kan er niets aan doen, Coral. Als een draak niest, is het net alsof er een storm door je huis gaat. Oh jee, nou moet Coral haar blokken weer terugzetten. Daar heb je Strum. Hij is goed in het oplossen van problemen. Geen zorgen, Coral, zegt Strum. Ik help je wel. Allereerst moeten we weten met hoeveel speelblokken je huis was gebouwd. 1, 2, 3, 4. 4 blokken. Vooruit maar, ze moeten hier ergens liggen. Raad eens, zegt Pepper. Ik heb nieuwe stoelen. Ze zijn zacht en ze zitten heel lekker. Kom maar mee. Het spijt me, Pepper. Coral en Strum hebben het te druk met het zoeken naar de blokken. Oh, die blokken, zegt Pepper. Zijn die vierkant? Lijken ze op vierkante dozen? Ja, precies. Zijn ze roze en blauw met bloemen erop? Ja. En waren het er soms 4? Ja, nou en of. Pepper? Oh, hij is weg. Oh, dat waren je nieuwe stoelen. Pepper zegt, sorry, ik dacht dat iemand ze had weggegooid. Nee, ze werden weggeblazen, weet je. Heel lief van je dat je ze teruggeeft, Pepper. Als je iets maakt, zegt Strum, moet je weten hoe alles in elkaar hoort te passen. En je moet het in de goede volgorde in elkaar zetten. Die hoort daar, zegt Coral. Nee, wacht even, dat klopt niet. Daar dus. Of niet? Probeer hem daarop te zetten. Nee. Oh, nee. Oh, dit komt nooit goed, zegt Coral. Laten we het rustig aandoen, zegt Strum. Als je in paniek raakt, lukt niets. Probeer je te herinneren hoe het vroeger was. Prima! Het is je gelukt! Goed zo, Jellybees! Oh nee! Duffy zegt dat hij weer moet niezen! Jelly! Achie! Oh! Nee! Oh jee! Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Amber! Dag Amber. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de jellybees. Ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de jellybees! Kom eens kijken in de wereld van de jellybees. Maak een regenboog van zon en regen. Kom je vast je vriendjes tegen. Hallo, raad eens. Strum, Bouncy en Amber hebben een super jelly spel bedacht. Ze willen wedstrijden houden. Leuk hè? Amber vraagt Coral of ze ook meedoet. Coral is gek op spelletjes. Goed, wat gaan we eerst doen? Oh, dat is makkelijk. Het is een spring- en renwedstrijd.
Ze moeten over Coral's speelblokken heen springen en dan naar de bon toe rennen. Hey, wacht even, Bouncy. De wedstrijd is nog niet begonnen. Jelly 1. Jelly 2. Jelly af! Bouncy is weg. Maar waarom zijn Coral en Amber nog niet aan het rennen? Coral zegt dat het Amber's schuld is. En Amber zegt dat het Coral's schuld is. Strum zegt dat als ze geen ruzie hadden gemaakt, de wedstrijd gewoon begonnen was. Oh, laat ook maar. Wat nu, Strum? Oh, de driebenige wedren. Oh, die vind ik leuk. De Jellybees zeggen dat ze niet mee kunnen doen omdat ze maar twee benen hebben. Strum moet het maar uitleggen. Eerst moeten ze paren vormen. Dus twee Jellybees tegen twee Jellybees. Strum en Bouncy zijn één paar. Coral en Amber zijn een tweeling, dus die zijn vanzelf een paar. Ik weet wat Bouncy bedoelt. Hij denkt dat tweelingen altijd als twee druppels jelly op elkaar moeten lijken. Amber zegt dat sommige tweelingen niet op elkaar lijken. Maar ze worden tweelingen genoemd omdat ze op dezelfde dag geboren zijn en dezelfde papa en mama hebben. Amber en Coral zijn zo'n soort tweeling. Goed, terug naar de driebenige wedren, ja? Oh, kijk, Strum heeft een been van Amber vastgebonden aan een van Coral. Dus nu hebben ze samen drie benen. Goed, allemaal klaar voor de driebenige wedren? Jelly 1, Jelly 2, Jelly af, af, af. Dat is één keer af voor elk been. Tweeling, wacht nou even. Als jullie kibbelen, komen jullie nergens. Jullie moeten samenwerken. Amber zegt dat ze eerst een stap moeten doen met hun aan elkaar gebonden benen en dan één met hun losse benen. Ziet het er niet leuk uit? Jelly-tastisch! Ze hebben zoveel plezier dat ze volgens mij helemaal vergeten zijn dat het een wedstrijd is. Jullie zijn een vrolijk paar, Coral en Amber. Goed, wat zullen we nu gaan spelen? Jelly, tot ziens! Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Kijk, het is Danny! Dag, Danny. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Hi! Doing things together. Thank you.
Disney-filed digital copy sets you free. Now, you can watch your favorite Disney movies whenever and wherever you want. Are you ready for this? When you buy a special edition Disney DVD or Blu-ray with Disney File, simply take the Disney File disc, insert it into your computer, and follow the easy on-screen instructions. Manuel, relay instructions. In just minutes, the transfer to your computer or video-enabled portable device is complete. Ta-da. Your Disney movie is ready to go. I feel alive! Wherever you go. Wow. Quick, fun, and easy. Disney File digital copy. Your favorite movies anytime, anywhere, in just minutes. Awesome! To find out more, visit DisneyFile.com. Look for Disney File digital copy in these and other special editions of your favorite Disney Blu-ray and DVDs. Thank you.
Sounds like Forgetful Jones. He sounds pretty happy, too. Let's find out why. Oh, my. Oh, yes. Hi, Forgetful. Hi, Bertram. Gordon. Gordon? Gordon. Oh, yeah, right. Bertram's your wife's name. No. Her name is Susan. Susan? Susan, of course. Well, that's better anyway. Bertram's a silly name for a girl. Right. Say, Forgetful. You sounded pretty happy there a minute ago. I did? Yeah, how come? Well, gee, I don't know. Believe it or not, I forget. Well, let's see if we can figure it out, okay? Now, just think real hard about what was happening when you were feeling happy. What was happening when I was feeling happy? Right. Well, let me see. I'm getting some. Yeah? I got it. Okay. Yep, I got it. The sun was shining. Aha, uh-huh. Okay. That when I was feeling happy. Right. Well, let me see. I'm getting some. Yeah? I got it. Yep, I got it. The sun was shining. Aha, uh-huh. Okay. That's good for a start. What else? Yeah, well, the sun was shining in this... Come in. Big Bird. Hi, Louise. You want to see Mrs. Williams' baby? Oh, yes. Oh, hi, Miss Williams. Hi. Hi, Mr. Williams. And this is the new baby. Yeah, there he is right here. Oh, isn't he cute? Yeah. Oh, look at him. What did you say his name was? Leandro. Leandro. Oh, what a nice name. Yes. And look, he is even cuter than Olivia was. Gee, you know what the nice thing is about new babies? What's that, Big Bird? What? Well, one day they're not here, and the next day, here they are. That's right. Yeah, you know, that's true. There he is. Sesame Street has been brought to you today by the letters J and M, and by the number 5. Sesame Street is a production of the Children's Television Workshop.